De actie Herman in de Sneeuw met als goede doel Stichting MS Research gaat in februari 2016 voor de vierde keer van start. Dit jaar gaat de tocht in 5 etappes over besneeuwde bergtoppen naar Andorra. Nadat onze auto is aangekocht, is er een technische inspectie uitgevoerd en hebben we de auto op circuit Lelystad uitgetest. En onze auto Herman heeft alles overleefd. En daarna komen we beginnen met het verfraaien van de auto. Zoals elk jaar rijden we om zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting MS Research. Dit is een stichting die onderzoek doet naar de chronische, ongeneeslijke ziekte MS. Jij kan onze actie steunen door voor 10 euro een sticker op onze auto te schrijven. Zo rij je op onze auto virtueel mee naar Andorra en de hele opbrengst komt ten goede aan Stichting MS Research. Lege stickers zijn vanaf nu in Ommen verkrijgbaar bij Intertoys en Café de Herberg. Als je wilt kun je je eigen sticker op zaterdagmiddag 13 februari op onze auto plakken. De auto staat dan bij Intertoys en bij Café de Herberg. Op de website Natuurlijk Ommen kun je vanaf 15 februari onze tocht volgen via onze dagelijkse videoverslagen. Doe je ook mee?